Ja, ik ben hier bij Open Koffie. Ja, een koffieshop is eigenlijk een woord wat een beetje misschien misplaatst is, maar we hebben hier goede espresso. En hier komen op elke woensdag komen fotografen en in fotografie geïnteresseerde mensen. Soms komt er ook een schrijver of een dichter en die drinken koffie met elkaar en die wisselen wat gedachten. Ik heb de camera van Internique, hier in Den Haag wel bekend, die heb ik geoccupied op het ogenblik. Ik heb de camera gewoon geoccupied, dus ik ga eens even met hem praten. Waar is mijn camera dan, dacht ik ineens. En verdomme, ze, is Occupy ineens met mijn camera ervan doen. Ja, zo gaat dat bij Occupy, hè? Ongelooflijk. Ja, hey, ik doe dit natuurlijk niet voor niks, want we hebben ook altijd een doel. Maar ik heb naar jouw hackersin gekeken van de week. Ja. En daar kwam ik een filmpje tegen wat ik gemaakt heb met Edgol over de voedselbank. Ja. En daar was ik blij verrast door natuurlijk in de eerste plaats. Want dat is fijn omdat die dingen doorgegeven worden. Maar ik weet, er zit een verhaal aan vast. Want we hebben recent een landelijk overleg gehad van Occupy hier in Den Haag. En er waren mensen uit Haarlem en die waren naar Ed gekomen. En die hadden gezegd, hey Ed, nog bedankt dat je dat filmpje gemaakt hebt over de voedselbank. Het heeft goed gewerkt hier in Haarlem. We hebben 50 kerstpakketten gedoneerd gekregen. Ja, dat vond ik inderdaad. 50. Ik vond het zo leuk dat Ed die reageerde daarop. Die zei zoiets van, ook een maand later geloof ik, zei hij, goh, wat leuk dat je dat filmpje erop gezet hebt. Ik zeg, nou, het staat er al een maand op. Dat deed ik dus op het moment dat hij vertelde waar het stond. Dan kan je gewoon op internet gaan zoeken waar het staat. En dan maak je een inleidend filmpje erbij. En als het je, zeg maar, warm maakt voor het idee, dan doe je dat. En dat voedselpakketten en in de tijd van kerstpakketten, dat vond ik eigenlijk zo uniek. Want ja, ik heb jarenlang kerstpakketten georganiseerd ook voor bijvoorbeeld bij Verkeer en Waterstaat. Ik ben geloof ik de initiatiefnemer geweest zelfs. En dan is het natuurlijk heel vreemd dat mensen nu met een voedselpakket zitten. Terwijl mensen bij Verkeer en Waterstaat toen de tijd, want dat heet natuurlijk nu anders, dat die dachten bij zichzelf, shit, wat zit er nou weer in dat pakket? Weet je, gewoon uit verveling. Nou, zo'n verhaal zet je dan erbij met dat filmpje wat al gemaakt was. Ja. Het filmpje duurde te lang, vond ik. En dan heb ik dus het einde van dat filmpje, dat heb ik eigenlijk gebruikt als goede aanleiding om eens goed na te denken waar mensen mee bezig zijn. Ja, maar we gaan dit filmpje natuurlijk ook niet te lang maken, hè? Zo is dat. Maar als ik aan het woord ben op mijn eigen camera, dat is nog nooit voorgekomen, dus het is toch een beetje uniek. Ja, wij zijn natuurlijk creatief, hè? Ja, hier hebben we Open Koffie. Ja. Maar overigens, trouwens, ik heb ook een artikeltje van je gelezen van iemand van een religieuze overtuiging die op een zondagmorgen bij je aan de deur belde. Ik vond het hartstikke goed, dat verhaaltje. Echt, complimenten daarvoor. En dat allemaal zonder pen. Dankjewel, hè? Ja, niks te danken.